Want als je een robot slim wil maken, dan moet je hem gewoon wel toch wat duidelijk maken wat gaten zijn, wat openingen zijn, want anders vindt hij gewoon de uitgang niet. Bas Albers en Gerard Jansen, hier in zijn werkkamer, schreven het boek Gaten en andere dingen die er niet zijn. Het boek is een ode aan het gat, dat volgens de schrijvers kan leiden tot diepe inzichten, slapgeouwe hoer en filosofische paradoxen. Wat is er zo belangrijk aan kennis over gaten? Heel veel conflicten kan je zeg maar zien als een soort donut. Je kan zeggen van een donut, kijk, nee, dat is alleen maar een stukje brood. Dat gat, dat is helemaal niet, het is helemaal geen brood. Je kan ook zeggen, jawel, er is een gat, dat zie je toch, er zit een gat in dat broodje. En eigenlijk zijn er twee dingen, een broodje en een gat. Geef Bas mij nou een stuk klei, of geef Bas mij een stuk klei en een gat? Geeft hij me één ding of geeft hij me twee dingen? En allebei deze, zeg maar, invalshoeken, die kan je tot uit een treuren kan je die verdedigen. En er is niemand die daar eigenlijk echt iets zinnigs tegen in kan brengen. En eigenlijk, wat maar heel weinig mensen doen, is zeg maar openstaan voor de mogelijkheid dat het gewoon allebei waar is. Dus dat er gewoon twee waarheden tegelijkertijd kunnen bestaan. Dat je gewoon van verschillende invalshoeken naar dingen kan kijken. Dit is een gat, één gat. Is dit een gat? Het is niet echt een gat, maar mensen begrijpen wel wat je bedoelt. Ja. Er zit een blaadje achter het gat. Ja. Gat zonder diepte. Zie je nou deze van laten zien? Is dit één gat of is dit twee gaten? En nou zijn er de laatste jaren steeds meer filosofen die zeggen, nee, wacht eens eventjes, als we gaten, daar kom je heel, heel lastig vanaf. Bijvoorbeeld op internet, als je zeg maar een wereld afbeeldt op internet, zoals bij Google Maps, als je een krater hebt of zo, dan moet je dat op internet, moet je dat echt als een ding neerleggen. Je kan niet zomaar iets weglaten. Ja, je kan wel, maar dat maakt het jezelf heel erg lastig. Net zoals als je een lichaam op internet representeert. Dan heb je de holte van de maag. Kan je maar beter als een soort ding erin zetten. Want anders dan elke keer als dat lichaam beweegt van de ene plek naar de andere plek, moet je weer een nieuw stuk lege ruimte gaan definiëren. Terwijl je ook gewoon zegt, ja, maar die holte die gaat gewoon met die hoort bij die meneer. Er zit gewoon een holte in zijn gat en het hoort gewoon bij dat lichaam. En vanuit internet en kunstmatige intelligentie blijkt gewoon dat het gewoon heel slim is om gewoon gaten als dingen te zien. Maar als je gaten als dingen ziet, dan zijn het hele gekke dingen. Want hoe tel je twee gaten bij elkaar op? Er kunnen twee gaten op dezelfde plek zijn. Als twee gaten op dezelfde plek kunnen zijn, kunnen ze dan in elkaar draaien, allebei een andere kant op. Dat zijn hele gekke vragen. Nou ja, het nadeel is, werd heel duidelijk bij de verkiezingen van 2000, die Bush in feite heeft gewonnen, zou je kunnen zeggen, omdat niemand weet hoe je gaatjes bij elkaar op moet tellen. Dus de stembiljetten werden ongeldig verklaard. Als er twee keer geknipt was, als je twee keer op dezelfde plek knipt, dan kan je dat niet zien. Als er twee gaatjes in zaten, waren de biljetten ongeldig. Maar als er twee gaatjes in zitten, dan als je twee keer knipt, dan kan je op een gegeven moment, zelfs drie keer knipt, kan je in principe één gat maken. Of zijn dit nou drie gaatjes? Het gaat is ook wel grappig aan gaten. Als je aan een gat denkt, dan denk je eigenlijk nooit aan een vierkant gat. Je denkt aan een mooi organisch gat waar je een vies beest uit kunt kruipen of zo. Of waar je ze iets in kan stoppen. Ook voor mensen zijn gaten hartstikke belangrijk. Hè? Eten, zeg maar in twee dimensies zou je geen levende wezens kunnen maken. Omdat je gewoon, als je in twee dimensies zeg maar een tunnel maakt, dan valt het beest uit elkaar. Dus je hebt drie dimensies nodig om er gewoon een gat. Anders moet je, als je twee dimensies, moet je uit dezelfde opening poepen als dat je eet. Dat is niet handig. Sowieso heel onhandig dat wij door dezelfde opening eten en ademen. Dat is eigenlijk een foutje van de natuur. We zijn heel erg slecht in elkaar gezet wat dat betreft. En bij vrouwen vallen ook nog eens een keertje de geslachtsorganen en de lichaamsuitgangen samen. Dat hebben mannen in zekere zin ook. En dat is ook niet zo slim. Daarom vindt iedereen vies om seks te hebben, zeg maar. Als het anders was geweest, was seks niet zo vies geweest. Als je met de seksuele organen ergens anders een uitgang of een ingang hadden, dan heb je het ook weer. Hè? Dan moet je toch een ingang hebben. Gaten zijn ook echt verbindingsdingen. Hè? Daarmee kun je dingen verbinden. Denk maar aan Lego. Of denk maar aan. Als je ergens een gat in maakt, kun je het vastmaken ergens anders aan. Het zijn ook connecties. Dat geldt ook in gaten, misschien ook voor gaten die in je leven vallen. Depressieve periode, je voelt je niet zo, je voelt je leeg van binnen. Misschien zijn het net wel de momenten dat je contact kan leggen met andere mensen. Dat je connectie krijgt met de buitenwereld. Even kijken hoor, wat hebben we nog meer voor gaten? Nou ja, het is ook een beetje stilte is misschien wel een leuk gat. Ja, is stilte een gat?